Hoi en welkom bij weer een gloednieuwe Fan Friday video. Vandaag ga ik iets mega leuks, mega spannends, mega geweldigs doen. Ik ga namelijk de pauze challenge doen samen met Bibi. Ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. Maar allereerst heb ik nog een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Maar welke hand moet je daarvoor gebruiken? Dat hangt ervan af. Hou je meer van tv kijken? Gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. En heb je zoiets van, ik vind filmpjes kijken op YouTube echt veel leuker. Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Vergeet daarbij ook zeker niet om ook nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier blijf je namelijk altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload en hoef je er nooit meer eentje te missen. En dan is het nu natuurlijk tijd voor het allereerste gedeelte uit deze video. Fanart! Oh, zoals je kunt zien komen hier allemaal verschillende soorten super prachtige fanarts langs die door jullie zijn gemaakt deze afgelopen week. Ik vind het zo ontzettend leuk om door alle fanarts heen te scrollen en ze allemaal te zien. En wil jij nou ook kans maken om met je creatie in de Fan Friday video van volgende week te komen? Dan kan dat. Je hoeft je fanart alleen maar op Instagram te posten en mijn account erin te taggen. Zorg er wel voor dat jouw account niet op privé staat, want anders kan ik hem niet zien en dat is natuurlijk niet zo heel erg handig. Maar ik ben echt super benieuwd naar al jullie prachtige creaties. Heel erg veel succes ermee. En alvast bedankt natuurlijk. En dan is het nu meteen tijd voor de hele leuke en spannende uitdaging. Here we go. Pause challenge. Yay, zoals je kunt zien zit ik vandaag niet alleen, maar ik zit naast de hele leuke, super lieve Bibi. En in deze video gaan we een hele spannende uitdaging doen. Namelijk de pauze challenge. En daarvoor hebben we dit nodig. Deze super geweldige magische afstandsbedieningen. Hiermee kun je elkaar op pauze zetten. Kijk maar eventjes. Oeh, Bibi staat nu gewoon helemaal gepauzeerd. En dat kan ik bewijzen omdat ik gewoon alles met haar kan doen. Hallo. Ik kan zelfs gewoon ja, aan haar zitten natuurlijk. Haar vingers bewegen. Tada. Oké, is wel een beetje zielig. Dankjewel. Ja, voelt het weer beter zo? Dit voelt stukken beter. Oh, gelukkig maar. Ja, deze hele dag gaan we elkaar dus lekker plagen met onze afstandsbedieningen. Dat gaat leuk worden. Maar dat gaan we natuurlijk niet in dit slaapkamertje doen. We gaan gewoon lekker een dagje op uit naar de stad. Leuk. Ja, lijkt me heel erg gezellig. Ja. Dus ik zou zeggen, we gaan er gewoon voor. Maar wacht eens eventjes. Doei doei. Ha, hier zijn we dan in het hele prachtige Utrecht. Het is zo'n ontzettend mooie stad. Het duurde eventjes voordat we hier waren, maar het is wel heel erg gezellig, toch Bibi? Uh-oh, we vergeten om Bibi van pauze af te halen. Wacht, ik ga haar eventjes terug. Ik ga haar snel halen. Ah. Oh nee Bibi, ik was je helemaal vergeten. Oh, zo ontzettend zielig dat ze hier nog steeds zit. Nou, weet je wat? Oh, eindelijk! Precies. Voelt het weer beter zo? Heel veel beter. Fijn dat je weer kan bewegen. Hey, we hebben nog een challenge om te doen, dus laten we gaan. Let's go! En yes! Yes! Gelukkig maar. Ik heb je nog kunnen redden. Heb je een beetje zin in de video? Ik heb er heel veel zin in. Ja, ik heb ook heel veel zin in de challenge. We gaan er in ieder geval een super leuke en toffe dag van maken. Yes. En elkaar gewoon lekker eventjes plagen met de pauzeknop. Oeps. Let's do it. Wat gaan we als allereerste doen, Bibi? Even denken. Misschien een broodje halen. Oh ja, leuk. Dat is lekker. Of jou op pauze zetten. Dat is dan mijn wraak voor vandaag, Simila. Ga weg hoor. Pas op, pas op. Hey. Hallo. Hey Jamila. Hallo. Hoe gaat het? Heel goed. Gaat het goed? Nee. Ja? Nee. Ja? Nee. Fijn. Oké, okay, nu voel ik me schuldig. Ik ga je weer playen. Boom, play. Oh. Oh. Zoveel beter, dank je. Wacht maar, ik ga je terugpakken. Ja. Wacht, kan jij tegen kietelen? Ja. Even kijken. Nee, hey, hey, hey. Hoe doe je dat? Hé, hey, dat is leuk. Oké, okay, oké. Okay. Ik kan daar zo niet tegen, echt. Nou, je deed toch best wel goed. Maar ja, ik ga het niet al te lang proberen, want straks gaat ze ook weer daar op wraak nemen. Laten we gewoon lekker iets gaan halen of zo. Ha, ik heb een lekker frietje. Jij wil niet, lekker? Klopt? Nee, ja, ik wil er niet. Nee, klopt. Kom maar lekker. Warm, zoutig. I like it. Oh, lekker. Mm. Mag ik er misschien dan toch eentje? Want ja, ik heb toch wel zin erin, zeg maar. Maar jij wil er niet, hè? Hier, ruik maar even. Zo lekker. Ik ga echt niet geven hoor, Bibi. Pff. Haha, uw weet je wat er gebeurt met meisjes die geen vriendjes willen? Wat gebeurt dan? Die wil ook pauze en dan ga ik er lekker in. Nee. Okay.
lekker. Weet je wat, omdat je zo lief bent geweest, dat ik een frietje van je mocht. Dank u wel, super lief. Hier, wil je nog een frietje? Ja, pak maar. Ja? Ja. Oké. Ja. Nee, pak hem dan. Pak hem dan. Nee. Dankjewel, Jamila. Super lief voor jou. Bibi, ga je hier zo laten zitten? Oké, je mag een pauze af. Bibi! Daar mag mijn frietje terug. Pauze. Yes, het is me gelukt. Oh my god. Bibi, geef mijn frietje. Wat? Jongens. Kijk eens even. Ze heeft het tijdens het rennen gewoon helemaal opgegeten. Bibi, wat heb je gedaan? Het werd zo moeilijk op één been staan. Ja, dat denk ik ook wel. Dat was je straf, want jij hebt dus helemaal leeg gegeten. Nee. Bibi, hoe dan? Oh zo. Daarna is het helemaal koud geworden. Sorry, Jamila. Maar zij zit niet lekker meer. Bibi, wat heb jij gisteren allemaal gedaan? Gisteren heb ik afgesproken met een vriendin, dat was heel erg leuk. Mm-hmm. En een beetje gechilled. En... Oeh, chillen, dat is heel erg leuk. Oh, ik wil eigenlijk ook wel chillen op de bank of zo. Weet je, dat heb ik altijd, dat je gewoon dingen zegt en dan wil je niet onderbreken, maar je wil ook heel erg veel zeggen. Dus daarom is de pauzefunctie heel erg handig. Maar nu mag je weer doorgaan met praten. En ja, ik heb dus een beetje gechilled, want in het weekend heb ik kamp gehad. Oh, en dat was kamp. Heel erg leuk, want... Dat is niet zo heel erg leuk, kamp. Het is altijd gewoon hetzelfde verhaaltje. Boeit me eigenlijk niet zo heel erg veel. Weet je wat ik ga doen? Ik ga proberen om op de fast forward button te klikken. Kijken of die wat doet. En go! Nou, en ik heb gevoetbald, we hebben gezwommen. We hebben heel veel chocola gegeten, want dat was heel erg leuk in de tenten. Oké, ja. Nou, we zijn weer klaar met de fast forward. Volgens mij heeft ze alles gezegd, toch? Ik denk het wel. Wat heb jij eigenlijk allemaal gedaan? Ik heb iets heel erg leuks gedaan. Ik ben namelijk bezig met het draaien voor Miss Fit. Miss Fit. 1, 2, 101. Vertel, wat dan ook weer? 3. Oh, ja. En gisteren had ik een vrije dag en dat was echt heel erg saai, eenzijdig, langdradig, niks te doen, snap ik. Jamila wil echt nooit vrij hebben. Wil ze niet? Nee, vindt ze niet leuk. Weet je wat wel leuk is? Dat jij mij straks niet meer op pauze kan zetten. Ik heb nu jouw afstandsbediening. Dankjewel, Jamila. Ja, nou dat was heel erg gezellig. Ja. En waarom zet je mij nou de hele tijd op pauze? Ik wil jou ook op pauze zetten. Bibi! Oh, wat heb je gedaan? Heb jij ik heb mijn... jou als ze die niet, maar... Welke is van mij? Welke is van mij? Ik weet het niet. We zijn op dit moment in de Primark. En yes. Of zeg jij Primark? Ik zeg Primark. Ja, ik zeg altijd Primark. Ik weet het ook niet. Maar het is wel echt een hele leuke afdeling of zo. Ja. En ik had een heel erg tof ideetje. Oeh, dat is helemaal perfect. Jouw handen, wacht. Misschien doen we het even zo. Kan dit? Oh ja, dat kan vast wel. Ik ga namelijk Bibi eventjes lekker versieren. Ik zie allemaal leuke tassen. Maar vooral hele lelijke tassen. Oké, deze gaan we zo doen. En, wat ga je doen? Gryffindor. Of ben je meer van de Slytherin? Ik weet het niet. Deze om jouw pinky. Oh nee, dat is misschien een beetje zwaar. Zo om je duim heen. En wat hebben we nog meer? Wat is dit in vredesnaam? Ik heb geen idee. Hang het gewoon zo over jou heen. Helemaal prachtig. Oh, nog een doorzichtig tasje. Zo, hartstikke leuk. Ik wil echt niet kijken. Iedereen is er waarschijnlijk aanstaren. Oh ja, we hebben hier ook nog een heel erg mooi Hogwarts tasje. Zo, kijk eens hoe prachtig ze eruit ziet. En, tada! Jamila, wat heb je gedaan? Ik heb een beetje veel tasjes op je gedaan. Wat is dit? Een shirt? Ja, ik dacht ik doe lekker een hoedje. Je draagt een shirt. De hele dag ga ik zo rondlopen. Ja, hey girlies. Nou, Bibi, ga maar. Bye bye. Jamila, ik heb een heel leuk ideetje. Want ik dacht, we lopen hier zo lekker in het midden van het plein, weet je wel. En ja, het ziet er gewoon allemaal heel erg mooi uit. Het is lekker druk hier. En ik dacht, wat als ik jou nu gewoon op pauze zet? En dan mag je hier gewoon lekker blijven staan. En dan loop ik weg. En ga je jezelf een beetje voor schut zetten. Doei, Jamila. Hey. Oh, ik voel me toch wel een klein beetje schuldig. Want dat, ze staat zo in zijn eentje en iedereen kijkt haar zo aan. Dus van mij mag ze weer play, dus... Ja, dat is je best lang volgehouden. Waarom doe je dat? Ik schaam me helemaal kapot. Iedereen liep zo langs jou. Maar ik zag ook uit mijn ogen allemaal mensen zo langs lopen. Iedereen? Waarom? Iedereen liep zo.
Wat is zij aan het doen? Hey Bibi, wat heb jij lekker ijsje? Ja, ik vind het ook heel lekker. Ik ga het straks lekker opeten. Hij is wel een beetje aan het smelten. Oh ja, dat klopt. Okay. Zal ik hem eventjes een lipje van nemen? Ja, nee, dat hoeft niet. Ik mocht ook geen frietje van jou. Geen ijsje aan mij gegeven. Sorry Jamila, maar moet je toch echt zelf kopen? Ik heb een idee. Ze staat gepauzeerd. En dan pak ik gewoon maar eventjes het ijsje vast. Oh, wacht. Moet ik natuurlijk ook nog wel eventjes iets teruggeven voor haar. Want anders denkt ze zo meteen, wat is er met mijn ijsje gebeurd? Ik heb hier iets in mijn zak. Oh, servetjes. Nou, helemaal perfect. Het lijkt echt op een ijsje. Prachtig. En dan ga ik je natuurlijk niet zo laten staan. Dus, Bibi. Ha, je bent er weer. Waar is mijn ijsje? Tavia! Huh? Heb je nou serieus mijn ijsje gepakt? Nee. En zo. Deze had ik al. Waar is jouw ijsje dan? Oeps. Nee! Sorry, Bibi. Nou, dat is gemeen. Lekker. We zijn wel echt heel erg gezellig aan het shoppen en zo. Yes. Maar ik heb net dus een hele leuke lipstick gezien. Ja. Maar daar kan je dus niet pinnen in die winkel. Oh. Alleen maar cash betalen. Dus ik dacht, we gaan gewoon even naar een pinautomaat. Weet jij waar het is? Geen idee. Oh, daar is die. Yes. Oh, top. Oké. Bibi, niet kijken. Ik ga pinnen. Ik kijk niet. Here we go. €10 is mijn 2 euro. Bibi? Bibi? Nee! Wat is er gebeurd met die 10 euro? Wat bedoel je, is gewoon jouw geld? Ik heb het zojuist hier zo uit deze machine gehaald. Brutale Bibi, dat is het, hè? Waar heb je... Oh, hier. Kijk eens, ik heb het. Ik heb de 10 euro terug. Ha. Ik moet het wel eventjes verstoppen voor haar natuurlijk, want anders gaat ze het weer pakken. En nou, ik heb mijn geld weer terug. Mijn wraak ga ik nog wel nemen. Ik heb een ideetje. Uh-oh. Daar zijn we weer. Oh, yes. Het is toch wel fijn om weer eventjes thuis te zijn, toch? Ja. Ondertussen hebben we natuurlijk ook nog eventjes een lippenstiftje gekocht. Oh ja, want die had je nodig. Ja. Ik had hier een heel erg leuk idee voor. En jij weet natuurlijk nog niet wat ik ga doen. Nee. Dus, aha, ze is gepauzeerd. Wat we gaan doen met deze lippenstift is wraak nemen voor het stelen van mijn geld. Dus wat gaan we allemaal doen? Allereerst natuurlijk gewoon even kijken hoe dit lippenkleurtje bij Bibi staat. Beetje hier. Woe! Hey, staat je nog best goed eigenlijk. Waar kunnen we nog meer lippenstift op doen? Want ja, ze kan helemaal niks doen natuurlijk. Even kijken. Bibi! Woehoe! Eventjes een walletje eronder maken. Hartje erbij. Woe. Oh, ik heb het toch een goed idee. We kunnen haar weer eventjes terughalen. Ik weet niet of ik dit helemaal durf, maar... Oké, here we go. Wat heb je gedaan? Wat heb jij gedaan? Oepsie! Jamila! Ondanks dat ik jou dit heb aangedaan, vond je dit wel een leuke challenge? Ik vond het een hele leuke challenge, ja, ik vond het ook heel erg grappig om te doen. En dan ga ik snel deze video afsluiten voordat zij ook wraak neemt. Door naar het volgende gedeelte. 20 second rap out. Jennifer, Bob, Brit, Dougie, Lover, Isabella. Floortje, Nicky van den Berg en Babette Marvella. Robine, Lola, Veen en Katrina, Omi, Farah. Megan, Nina, Lente, Amy, Robin, Sarah, Sarah. Leila, we are the turtles, Misty, Sar en Anna. De muffins, Eline, Rani, Love en Lena, Hanna. Vera, Maya, Jouka, Isa, Romy en Shalina. Lotte, Sleepy Bear, Jorde, Evie, Bosalina. Yay, je hebt deze video helemaal tot aan het einde bekeken. En wil je nou ook in die 20 second workout komen de volgende keer? Vraag dat even in de reacties hier onder deze video. En misschien gebeurt het dan wel. Oh ja, niet te vergeten, volg gelijk ook even mijn YouTube kanaal. Het staat hier ergens in beeld. En de link staat in de beschrijving hier onder deze video. Geen idee of Jamila dat eigenlijk wilde doen. Maar nu doet ze dat lekker wel. Dus doei!